Goedemorgen, welkom bij de nieuwe vlog. We gaan vandaag weer werken, halve dag. Willem gaat straks waarschijnlijk nog hout halen in het bos. Dit keer met de nieuwe trek. Ja, ik zie er vreselijk uit, hè. Ja, ik ben net wakker. Ik had eigenlijk voor morgen nog even moeten werken, maar goed. Ik moet vandaag ook nog werken, een halve dag, maar goed. We gaan dus straks het bos in. Als het goed is met de trekker. We beginnen eerst met voeren, de kalveren en de pinken. En dat is, ja, dat moet weer gebeuren, dus waarom niet? En vooral, en dan gaan we de straks gaan we er nog eventjes bas weer in met de trekker. En met een ander gedeelte van de bas om kijken of daar nog hout ligt. Dus ik zou zeggen, blijf kijken naar deze vlog. En gaat, oh ja, trouwens, de trekker ben er weer, want de trekker was kapot. Ja, we hebben een trekker en die had een storing, want we hadden altijd probleem met de hef, dus met de frontlader. Dus daar hadden we probleem mee en hij zou opgeknapt zijn, dus ik ben ontiegelijk benieuwd hoe die er nu uit gaat zien. En of die deuren heeft, want hij had helemaal geen deuren en raam meer. En ja, vooruit en achteruit zat er nog in. En voor de rest was de raam eruit. En linkerzijde, waar we willen instappen, was het complete de chaos. Want de deur lag eruit. Hij is helemaal opnieuw opgeknapt. Ik ben benieuwd hoe hij eruit gaat zien. Dus wie gaat straks er tegenaan. En ja, ik zou zeggen, blijf kijken. En ja, tot zo. Doei. We zijn onderweg naar het bos weer. We gaan hebben met de trekker naar hout halen. Dus we zeggen, kijk gewoon gezellig mee. Eindelijk met de trekker weer. We zijn nog een beetje hout aan het halen. De trekker gaat hier geweldig. Dit was een speciale vlog over dat de trekker er weer is. Dit ritje met de trekker. Bedankt voor even voor de vlog. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Yo!